We maken weer een rondje Den Haag met politiek verslaggever Leendert Beekman, want er is veel te bespreken. Bijvoorbeeld, bij de formatie is de radiostilte even doorbroken. Pieter Omtzigt maakte duidelijk dat het eerste struikelblok is genomen. De stap over de rechtsstaat is gezet. Praten we zeker over door. En ondertussen worstelt de Tweede Kamer nog met het overvolle stroomnet. Nou, hebben we het net nog over gehad. En de PVV ligt onder vuur over de afschaffing van het eigen risico in de zorg. Leendert, jij bent bij ons. Hoi. Hi, Liesbeth en Kees. Ja, genoeg om het over te hebben, hè, met elkaar. Ja, en meteen ook wel groot nieuws, denk ik. Het gesprek over de rechtsstaat is dus afgerond aan de formatietafel. Nou, de vraag is een beetje, waarom horen we dat nou niet? Hè? Die eerste hobbel moet genomen worden. Het is nog niet zo heel lastig om wat te vertellen. En dan helemaal niet als je bedenkt dat Pieter Omtzigt natuurlijk altijd gepleit heeft voor transparantie. Dus een hele logische vraag om aan hem te stellen, bij die deur waar we altijd staan. En daar zei hij het volgende op. Op voorstel van Volt, ja, 21, en toen nog ik als Kamerlid, is afgesproken dat de formatie nu opgeknipt wordt in fases. Dus je kunt niet meer oneindig dooronderhandelen. Dus dat betekent dus dat je na elk van die fases een Kamerdebat hebt, dat daar een limiet aangekoppeld is. Die was er bij de vorige formatie niet. Dus op dat moment gewoon aan de Kamer vertelt wat je met de opdracht gedaan hebt. Ja, dus wat hij eigenlijk zegt, we houden inderdaad ons mond. Ook al ben ik voor transparantie, maar u moet blij zijn. Want als het niet aan mij had gelegen, had ik misschien wel maanden mijn mond gehouden. En toen werd toch nog de vraag gesteld, maar is nou die eerste stap gezet? Hè, dat basispad voor de rechtsstaat en de grondwet. We hebben aan tafel besloten om niet te zeggen wanneer deel 1 afgerond is en wanneer niet. Waarom niet? Omdat het gewoon heel lastig ligt? Omdat er gewoon geen tussentijdse meedelingen over gedaan worden. Maar als ik u nu gewoon zeg dat we gewoon doorwerken en dat u mensen aan tafel ziet, dan snapt u echt waar we mee bezig zijn. Ja, u snapt wel waar we mee bezig zijn als u ziet wie er aan tafel zitten en dat we dus doorwerken. Dus dat we niet alleen over de rechtsstaat aan het praten zijn. En hij doelt met wie er aan tafel zitten. Wij hebben het hier al heel vaak over gehad. Die financieel specialisten die schuiven onder andere aan. Dat zou passen bij die volgende stap. Dus ja, uit deze woorden kan je niet anders dan afleiden dat ze verder zijn en dat die eerste hobbel dus wel genomen moet zijn, want dat zo stond het in de opdracht, hè? Ja. Eerst over de rechtsstatelijkheid en daarna pas verder praten. En Pieter Omtzigt heeft dat ook zelf zo benoemd, ook in het Kamerdebat. Hij heeft inderdaad gezegd, we gaan het er niet tussentijds over hebben, maar we gaan het wel eerst over die rechtsstaat hebben en daarna pas over de rest. Maar dat betekent dan, Leender, denk ik, dat Geert Wilders dus zijn punten heeft ingetrokken op de punten waar het ging over die rechtsstaat, waar zijn plannen de rechtsstaat aantasten. Ja, anders kan een nieuw sociaal contract daar geen steun aan geven. Dus die staan nu in de ijskast. Dat kunnen we nu hieruit concluderen, ja. Nou, dan wordt er ook nog gedebatteerd over de grootste begroting in Nederland, die van het ministerie van Volksgezondheid, met 111 miljard. En jou viel nog iets op. Ja, en ondertussen is het heel Nederland opgevallen, want het gebeurde namelijk vroeg vandaag in het debat. De PVV is natuurlijk altijd dé oppositiepartij geweest. Mm-hmm. Maar nu zitten ze ineens in een andere rol. En je ziet dus ook in de Tweede Kamer dat de dynamiek aan het veranderen is. En dat zag je vandaag heel goed toen het ging over het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Hier is al een motie over aangenomen, maar dat is een spreekt-uit-motie. Wat betekent kort dat? Samengevat, ja, dat is een wens. Hè. We wensen dat dat gaat gebeuren. En SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk wilde vandaag van Fleur Agema van de PVV weten, laten we het nou gewoon vandaag regelen en stemt u daarmee in? En laten we het nu gewoon regelen. Laten we het gewoon nu doen. Laten we niet langer gaan wachten. Hoe langer we wachten, iedere maand dat we langer wachten met plannen maken om het eigen risico echt af te schaffen. Als we nog langer gaan wachten, als we op uw formatie gaan wachten, dan weet ik al wat de reactie is. Dan kan het niet meer voor 2025. Dan wordt dat al ingewikkeld. Dus mijn vraag is gewoon, laten we het nu doen. En ik stel u nu de vraag. Uw naam staat eronder, ja of nee? Ja, dit is een verkiezingsbelofte van de PVV. Ze hebben hier jarenlang over gesproken, campagne over opgevoerd. En dan de reactie van Fleur Agema. Belachelijke agressieve toon die u hier aanslaat. Er is op dit moment sprake van een informatie waarvan ik hoop dat die over mag gaan in een formatie. En dat we veel voor elkaar mogen krijgen. En dat wij een kans zullen krijgen om het eigen risico ook af te schaffen. Want inhoudelijk verschillen wij erover niet van mening. En heb ik misschien nog een sterkere onderbouwing gegeven dan nu tot nu toe. Ja, nee, een toon. Maar Leener, die toon. Ja, die kennen we niet van de PVV. En dan wil ik nog eventjes teruggaan naar de campagne. Naar het debat, het SBS-debat. Want toen kwam Wilders
ging debatteren met Timmermans over het afschaffen van eigen risico. Timmermans zei toen, ja, dat kan niet van de een op de andere dag. En daar zei Wilders toen het volgende over. Die mevrouw die kan €385 niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. Ik zeg dat. Nee, ik was nog niet klaar. En dat de leider van de sociaaldemocratie niet zegt, mevrouw, we gaan nu morgen dat eigen risico afschaffen, is een schande. U bent de contact met de werkelijkheid totaal verloren. Ja, het is een schande. Het moet stoppen. Het kan nu. Ja. Ja, het contact met de werkelijkheid bent u verloren. En wat ook wel, je ziet dan ook wel in de Tweede Kamer dat er een dynamiek ontstaat. He, ook dat, ja, het is niet echt pesten of plagen. Maar ja, je ziet wel, want er is oppositie gevoerd de afgelopen jaren door de PVV in een hele duidelijke stijl. En Julian Bushoff van GroenLinks Partij van de Arbeid pakte eigenlijk de stijl een beetje over zoals we de PVV de afgelopen jaren gehoord hebben. Alleen dan richting Fleur Agema. De sleutel ligt vandaag en morgen in handen van de PVV. Gaat u die deur openzetten voor het verlagen van het eigen risico of slaat u die deur keihard dicht in het gezicht van al die mensen? Het is echt ook weer onzin om op deze manier aan te zetten. Er is een groter pakket nodig. Dat gaat ook over financiën, dat gaat ook over immigratie, dat gaat over zorg, dat gaat over alles. En binnen dat pakket zul je het eens moeten worden. En binnen dat pakket geef ik u aan wat mijn inzet zal zijn en die van mijn partijleider. En wat wij voor elkaar willen krijgen. Ja, dus de rollen zijn omgedraaid. Nou, de PVV wordt aangevallen. En de PVV verwijt nu andere Kamerleden dat ze een agressieve toon hebben. Ja. Stuiven gewisseld. Maar Leendert, het afschaffen van het eigen risico in de zorg kost €6 miljard, dat weten we al. Maar ja, de BNR-vraag, hoe gaan we dat betalen? Ja, ook de vraag, hoe gaan we het betalen, kwam op tafel door Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Ik ken mevrouw Agema niet anders dan als een bevlogen zorgwoordvoerder die een stevige inzet heeft. Dus u heeft ook nagedacht over hoe u dat zou willen dekken. En ik ben daar nog steeds heel benieuwd naar. En voor de mensen thuis die denken dekken, het gaat over hoe betaal je die dingen. Ja. Want het is een beetje een politiek woord dat je denkt, waar gaat het over? Ik vind het toch wel heel bijzonder dat mevrouw Bikker mij vraagt om een dekking voor iets wat zij zelf niet wil. Dat vind ik toch bijzonder. Maar goed, ik kan niet al mijn kaarten hier op tafel leggen. Mijn voorkeur gaat niet uit. Gaat niet uit naar het dekken door de zorgtoeslag. Gaat ook niet uit naar het dekken door de zorgpremie navenant te verhogen. Maar uiteindelijk zal er ergens een samenstelling van een dekking moeten worden bedacht. En ik denk dat dat lastiger is dan even hier een motie of een amendement indienen over iets wat jouw voorkeur heeft. Laat ik even hierbij zeggen dat Fleur Agema in wat ze zegt gelijk heeft. Het is allemaal niet zo makkelijk. Je hebt het allemaal niet in één keer geregeld. En je zou met elkaar aan een formatietafel hierover afspraken moeten maken. En ik kan dat nu ook hier in een Kamerdebat niet vertellen. Daar heeft ze volkomen gelijk in. Alleen als je dat afzet tegen de toon waarop de PVV de afgelopen jaren de coalitie heeft bevraagd. Mm-hmm. En ook, hè, zoals we net bij Wilders horen, in een debat sprak. Ja, dan is het contrast wel erg groot. Ja, andere rol hebben ze gekregen. Ook heel belangrijk dan, het debat over het overvolle stroomnet. Nou, we spraken er al eerder over. De hele Kamer voelt de urgentie. Jij sprak minister Rob Jetten hierover. Deelt hij de zorgen van de Kamer? Hij deelt zeker de zorgen. Veel bedrijven ervaren nu dat ze in de wachtrij staan als ze een zwaardere aansluiting of een nieuwe aansluiting willen. Daar is dat heel snel bijbouwen natuurlijk cruciaal voor. Maar ik heb ook de laatste tijd veel onorthodoxe maatregelen aangekondigd. Ook om te voorkomen dat we in de komende jaren tot zulke grote piekbelasting op het net gaan komen. Ja, dat het echt tot problemen op het net kan leiden. Welke oplossingen, waar denkt u dan aan? Ja, de crux is hier toch wel naast het veel sneller bijbouwen op een andere manier met vergunningen omgaan. Ook kun je met andere prijsprikkels bijvoorbeeld tot flexibeler stroomgebruik komen. Bijvoorbeeld een verlaging van de tarieven op momenten dat het niet zo druk is op het net. Maar ook apparaten slimmer inzetten. Een laadpaal voor een elektrische auto bijvoorbeeld. Ja, die kan je in de snelst mogelijke tijd een auto laten opladen. Maar als je weet, die auto staat de hele nacht aan de paal. Ja,
dan is het beter om het laden wat te spreiden, zodat het net ook minder wordt belast. Dan hebben we het over de huidige gebruikers. Zij moeten dan meer gaan betalen, maar creëer daar dan meer ruimte voor nieuwe gebruikers? Want daar, dat is de bottleneck nu. Nou, de gedachte van de netbeheerders is gelukkig dus vooral om te kijken, kun je buiten de spits eigenlijk de tarieven verlagen. Dus dan gaat het niet zozeer om het zwaarder beprijzen van mensen op de piek, maar juist het verleiden om op andere momenten het net te gaan benutten. Want dat betekent ook dat er minder noodzaak is voor uitbreiding en andere maatregelen. We hebben het nu over de bouw, over bedrijventerreinen, over industrie. De consument, de kleine verbruiker. Gaat u de zonnepanelen nou uitzetten en de warmtepompen, begreep ik dat goed? Nou, ik las vanochtend in de Telegraaf dat ik achter de voordeur allemaal grote ingrepen ga doen. Maar dat zijn we natuurlijk absoluut niet van plan. Het zou ook wel heel raar zijn. En dat, ja, ik zou ook niet weten hoe we dat zouden moeten doen. Maar we kunnen er wel ook in de woonwijk voor zorgen dat we... Daar willen we ook graag kijken. Kunnen we daar ook met andere goedkopere tarieven buiten de spits juist ook huishoudens stimuleren om die wasmachine misschien net op een ander moment op de dag aan te zetten? Maar dan gaat u nog steeds zelf over de vraag wanneer u het knopje indrukt. Dat gaat de minister niet voor u doen. Nee, de minister gaat dus niet de knop voor u indrukken. Hmm. Daar is in de Kamer wel heel erg veel over gegaan. Omdat er dus inderdaad in een groot Nederlands dagblad stond daar een artikel over. Grote zorgen. Kan de minister zometeen mijn warmtepomp uitzetten? Nou, blijkt niet het geval. Wat verderop viel in het debat over de Kamer is dat iedereen zich het probleem wel... iedereen ziet in dat er een groot probleem is. Alleen de oplossing is nog ver weg. Zo wil BBB zo snel mogelijk alles verzwaren. De PVV ziet vooral het probleem in de verduurzaming. Omdat iedereen nu een elektrische auto heeft. En de gasafsluiting weg... de aansluiting tot gas eraf laat halen. Ja, is er stroom nodig. Dus dan creëer je je eigen probleem. Andere partijen willen gaan normeren. Nieuw sociaal contract wil vooral zich gaan richten op huishoudens en op nieuwbouw. En wat wel een beetje de gemene deler is... ik hoor maar weinig over bedrijven en de maakindustrie. Hmm. Alleen de SGP zei er iets over. Zo van, ja, die energietransitie gaat heel veel kosten. En laten we dan ook oog houden voor het verdienvermogen van Nederland. Want als we dat aantasten... dan kunnen we zometeen die transitie met z'n allen ook niet betalen. Nou, Leenert, dank je wel. Wij kunnen in 12 minuten gewoon heel veel onderwerpen... uit het Haagse behandelen. Dank je wel. Moet ik wel snel praten, maar goed. Oké, hoi.